Laten we maar eventjes de horeca van Nijmegen gaan bekritiseren. Ja, en hoe? Want dat vind ik wel een goed idee. Want dat mag, hè? Want je zit natuurlijk in Nederland als je in coronatijd niet op vakantie wil. Dus dan ga je alle terrassen maar af, omdat je ook nergens heen mag en zo. Omdat een overheid bijvoorbeeld geen reactie geeft op een unmute is of zo. Dus je zit aan de terrassen en dan wil je natuurlijk wat proberen. En wij doen dat voor jou. Wij gaan beslissen waar jij heen kan gaan. En dan delen flamingo's uit. En dan delen flamingo's uit. En dan gaan we even kijken of bijvoorbeeld de waardering op TripAdvisor een beetje legit is. En vorige week hadden wij terras gegrabbeld. Maar dat ging weer niet helemaal goed. Dat is echt de zoveelste keer dat het niet helemaal goed gaat. Nee, we zouden eigenlijk naar Strandbar Stek gaan. Ja, dat is iets nieuws, hè? Ja, dat is iets nieuws achter de Nima, zeg maar. Ja, bij de Vazen in ieder geval daarachter. Ja, precies. Aan het water. Echt een strandbar. Strandje neergelegd en alles. Maar er was deze week ook studentenintroductieweek. En die studenten die hadden die hele strandbar gebarricadeerd. Ja, ja. We waren in ieder geval niet welkom. Nee. En dan kwamen wij ook achter op een gegeven moment toen we daarheen wilden gaan. Ja. Echt op de bushalte, zeg maar, kwamen we erachter. Ja, en dat was best wel jammer, want we hadden allebei best wel veel zin in. Omdat het ook nieuw is en het ziet er veelbelovend uit. En ik denk van, nou, dan is er ook iets leuks om een beetje te bekritiseren. Is het de moeite waard of niet? Ja. Maar en de menukaart was ook niet af. Er was van alles mis daar. No. Maar, we hebben dus een ander terras uitgezocht. Een beetje een soort gelijke vibe, dachten wij. We gaan ook aan het water. Iets wat niet heel veel mensen misschien kennen, waar je niet zo heel snel heen zou gaan. Dus we zijn naar Opoesientje gegaan. Opoesientje. Aan de Waal. Is dat onder de Waalbrug eigenlijk? Ja, voor mensen die het niet kennen. Je kent vast wel de Kaai. Het terras onder de Waalbrug. En dan is zeg maar de eerste boot die daar ligt. Dat is Opoesientje. Ja, en die boot dat is gewoon een terras. Daar kun je eten, daar kun je drinken. Dus daar zijn wij gaan zitten. We dachten, we gaan aan het water zitten. Dan hebben we toch een beetje die strandvibe. In een soort havenachtig iets. Je kunt er zelfs slapen. Het is zelfs een bed and breakfast. Ja, daar kom ik ook later achter. Dat wist ik ook helemaal niet. Ja. Ja. Dus het was veelbelovend wat dat betreft. Ja, klopt. Zijn we daar gaan zitten. En we werden geholpen. En Wink. Ja, dat was in ieder geval. Dat ging goed. Er werd gevraagd of we iets wilden drinken en ook iets wilden eten of zo. Maar gebeurde iets heel geks op dat moment. Iets heel geks. Normaal gesproken dan bestel je dat, dan krijg je het en aan het einde van de rit dan reken je af en dan ga je weg. Oh ja, ja, ja. En toen kwam ze nog even heel ongemakkelijk dat meisje zei, ja, kun je misschien niet meteen afrekenen, want ik kan niks aanslaan en dan kan ik het niet bijhouden. En denk maar, hoe moet het dan gaan als dat helemaal vol zit daar? Ja, ja. Ja, dat was dus inderdaad blijkbaar hun protocol. Dat als je iets bestelt, dan moet je gelijk afrekenen. Ja. Ja. Dus het wordt ook een klein beetje ongemakkelijk om dan daarna weer iets te bestellen of zo. Ik weet niet, het is een soort van barricade is dat. Nou ja, weet je, ik vind het prima om het zo te doen. Maar je moet niet verwachten dat als er nog niks op tafel hebt staan, dat ik je voor kan geven. Nee, dus nee ook, dan dat, ook dat inderdaad, ja. Ook dat. Nou ja, goed. Dat gedaan. Twee biertjes besteld. En we hadden een sleukelplank. Ja, goed onthouden. De sleukelplank was het, ja. Sneukelen, dat hebben we even opgezocht. Dat is dus eigenlijk een soort van snoepen. Ja. Dus het was een soort van snoepplankje. Hoewel, het was eigenlijk gewoon een avondmaaltijd met dan op een plank geflikkerd. Ja. Het was gewoon een hoopje patat met een schaal bittergarnituur erbij. Ja, ja. En nog een bakje olijven. Een bakje olijven, ja. En wat stokbrood met aioli en dat soort dingen. Ja. Op zich wel lekker, maar wel snel koud. Ook dat. We zaten daar en we zaten redelijk bij de ingang, zeg maar. Je kon mensen zien binnenkomen en die gingen dan zitten. En wat mij opviel was dat wij iets hadden besteld. En naar mijn idee was het niet iets heel erg ingewikkelds. Ja. Maar toch, al die mensen die later dan ons binnenkwamen, kregen hun sneukelplank eerder dan ons. Ja, je zat je behoorlijk op te draaien daar, zeg ik. Ja, want ik zat ook te kijken en er kwamen sneukelplanken, daar ben je bang van. Maar nou, aan mensen die er net zaten. Op een gegeven moment zei je ook van, maar die mensen hebben sowieso later dan ons besteld en er gaan nieuwe planken toe. En dan kwam er een nieuwe plank. Nou, dan moet die plank voor ons zijn en dan ging die weer voorbij. Ja, ja. Ja, het was koud trouwens ook. Ja, het was ook koud, ja. Maar het waaide daar ook. Tiefzar. Ja, want daarna zijn we nog in de stad gaan zitten. En daar had ik helemaal niet koud. Daar vond ik zelfs lekker aangenaam warm. Ja, je zit daar dan gewoon aan de Waal natuurlijk. Dus als het waait, dan waait alles koud. En nou ja. Nee, het was allemaal niet echt hier van het. Nee, het duurde lang. Ze hadden niet veel. Bediening was een beetje vaag. De procedure vond ik een beetje apart. Het kan wel, maar ja.
Een beetje apart gewoon. Het is anders dan anders. Alhoewel, denk ik wel, we zaten daar natuurlijk 's avonds. We waren daar rond een uur of 7, dacht ik. En ik denk, als jij daar 's middags zit en je bestelt de tosti of whatever wat ze daar hebben, dat kan best wel leuk zijn. Dat kan zeker leuk zijn. Weet je wat het is? Ik ben daar dus ook een keer geweest voor een programma rondom die bed and breakfast. Ja. En toen heb ik dus ook gezien bijvoorbeeld hoe het ontbijt eruit ziet voor mensen die daar overnachten. Het zag er echt perfect uit. Ja. Nou kan het natuurlijk zijn dat dat extra veel moeite voor is gedaan omdat we aan het filmen waren toen. Moet je natuurlijk een beetje goed voor de dag komen. Ja. Maar ja, ze hebben het wel. En ze kunnen dus blijkbaar ook wel. Dus ja, ik denk heel erg dat het ook van inderdaad wat je zegt, het moment afhangt. Als je gewoon op een iets warmere dag, midden op de dag, lekker in het zonnetje daar op het dek zit. En je bestelt iets makkelijks. Dat het best wel heel aangenaam kan zijn. Ja. Maar ja, bij ons viel het gewoon net een klein beetje tegen. Het was gewoon net iets te fris. Het duurde allemaal net iets te lang. Ja, ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. Al met al, inderdaad, het kan leuk zijn, maar wij hadden een beetje een off day, denk ik, voor Opposientje die dag. Ja, misschien wel. Ja. Dus ja, we hebben onze waardering daar gelaten. En hoeveel flamingo's hebben wij gegeven? Dat zijn er in totaal geweest. Uit 5 flamingo's hebben wij achtergelaten bij Opposientje. 2 stuks. Ja. We konden niet meer geven natuurlijk. Nee. De ervaring was gewoon niet fantastisch. En zeker als je het vergelijkt met de andere terrasbezoeken, was het gewoon niet je van het. Het was gewoon net niet. Nee. Helaas. Volgende week dan gaan we een tweede poging doen voor Strandbars Dek. Want daar willen we toch nog even naartoe. Ja. En dat zou dan ook een mooie afsluiting kunnen zijn voor onze terrasbezoeken. Want het is de laatste uitzending van Him Summer Party. En daarmee ook de laatste wat een terrassing voor ons. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Ja, ik ook. En, maar ja, dat is afwachten. Ja, maar het gaat wel goed komen, joh. Dat gaat zeker goed komen. We gaan even naar nieuwe muziek. De nieuwste muziek ontdek je bij Him for the Weekend.